Dag dames en heren. Achter mij plaatjes die we de afgelopen weken niet zo vaak konden schieten in Nederland. Het weer is compleet omgeslagen. Dat gebeurde eerder dit voorjaar ook al. Want na een nat begin van het voorjaar veranderde dat in de loop van mei. Opeens viel er geen druppel regen meer. Er kwam een recordlange periode met geen druppel regenwater op de meeste plaatsen in Nederland. Maar op dit moment is het toch allemaal weer een stukje wisselvalliger. En waait de wind uit de hoek waar die zo vaak vandaan hoort te waaien. Uit het zuidwesten of westen. En dat betekent. Dat we dan dat wisselvallige typische Hollandse weer hebben. En dan zie je ook in juni soms van die grijze dagen. waarbij er wat lichte regen en motregen valt. Nou, dat was vandaag bijvoorbeeld het geval. Maar ook de komende dagen kunnen we dat misschien nog wel verwachten. Want de wind. Die waait dus uit het westen. We hebben te maken met een zogenaamde Westcirculatie. Dat is dus allemaal flink veranderd op de weerkaarten. En laten we die weerkaarten maar eens eventjes bijpakken. Dit is de situatie van deze woensdag. En de markante spelers op de weerkaart zijn onder andere hoge druk helemaal op het randje van de kaart. En tegelijkertijd heeft dat hoge drukgebied nog een uitloper. Tot zeg maar het zuiden van Duitsland, het Alpengebied. En. De belangrijke spelers zijn ook natuurlijk lage drukgebieden, boven Wit-Rusland en helemaal op het randje van de kaart. Ik kan er maar nauwelijks op intekenen in de buurt van IJsland. En dat betekent dat tussen dit lage drukgebied en het hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan. er een westelijke, noordwestelijke stroming staat. waarmee koele lucht wordt aangevoerd, vochtige lucht en ook regelmatig. Ja, regenfronten, buiengebieden. En dat zien we ook terug. Bijvoorbeeld op dit moment boven onze omgeving een band met bewolking en regen. Vooral over de noordoostelijke helft van het land. Dat trekt wel weg. Maar we zien dan ook alweer volgende gebieden met neerslag vanuit het westen. Met die westelijke wind onze kant op bewegen. En dat is dus dat wisselvallige weer waar we ons op kunnen gaan uh, ja, wapenen de komende dagen. Hoe gaat het dan in beweging? Nou, hier zien we het. Dat hoge drukgebied, dat blijft daar liggen. De lage drukgebieden weten hun invloed uit te breiden tot over onze omgeving. Ook richting het Alpengebied, waar nu dus nog die uitlopen van hoge druk voor rustig weer zorgt. Daar zien we dat ook in de loop van het uh, nou, late weekdeel. Daar ook een aantal buien tot ontwikkeling gaan komen. En verder in Noord- en Noordwest-Europa is het ook wisselvallig. Dat hoge drukgebied. Blijft wel een uitloper hebben, maar dan veel meer richting Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal. Dus daar schijnt de zon uitbundig en is het warm. Zaterdag trekt er dan weer een regengebied over. Zondag een stevige bries uit westelijke richting. Dat is ook maandag het geval. Regelmatig buien. Dus ja, dit is echt een typisch wisselvallig weertype wat ons staat te wachten de komende. Nou, in ieder geval vijf dagen, maar ik kan alvast verklappen. Met deze luchtdrukverdeling: de hoge druk in de buurt van de Azoren. en de lage drukgebieden boven het zuiden van Scandinavië. en daardoor dus bij ons een aanstroom vanuit het noordwesten of westen. Ja, dat is een situatie die niet zomaar van de weerkaarten zal verdwijnen. En dus voorlopig die wisselvalligheid. Nou, dat kunnen we ook heel leuk terugzien in het temperatuurverloop. Dit is dan de temperatuur aan het aardoppervlak. En wat je eigenlijk constant ziet is dat onder de vleugels van dat hoge drukgebied het in Spanje en Portugal goed warm is. Ook in Italië, Griekenland, Turkije, de vakantiegebieden in Zuid-Europa, waar de laatste tijd zo vaak regen viel en de temperaturen wat gedrukt waren af en toe, daar is het nu juist prachtig zomerweer, zoals dat ook hoort in het zomerseizoen. De hoge druk-invloed is in Zuid-Europa duidelijk overtuigend aanwezig in het zomerhalfjaar. Terwijl de lage drukgebieden, die in de winter natuurlijk al echt markant aanwezig zijn in Noordwest-Europa, dat is nu dus ook het geval. Dat was laatst tijd niet, maar nu dus wel. En dat zorgt dus voor magere temperaturen. Begin volgende week maximumtemperaturen die misschien maar net rond de 20 graden uitkomen. Dat is eventjes wennen. Nou, verder kunnen we ook kijken op grote hoogte wat er gebeurt. Want dat is eigenlijk de motor achter het weer. En als we dat in beweging zetten, dan zien we af en toe uitstulpentjes van koude lucht. Troggen zijn dat, op grote hoogte. Nou, dat zijn de gebieden waar de intensiteit van de buien toeneemt. Nou, af en toe zien we dat dan uh, zo'n trog weer naar het oosten schuift. Dan hebben we eventjes een rug van hoge druk. Maar vervolgens komt er weer zo'n belletje met wat koelere lucht overzetten. En dat betekent dat de komende tijd de satellietfoto's er zo uitzien... Hadden we de afgelopen tijd vooral heel veel blauwe luchten in onze omgeving, nu zien we die witte waasten overhangen. Het is de bewolking van regenfronten die met enige regelmaat vanuit het westen dichterbij gaan komen. Nou, hoe ziet dat er dan allemaal uit in de pluimgrafieken? Laten we eerst maar eens even naar de temperatuur kijken. De afgelopen tijd ging die regelmatig, zeker in het binnenland, naar 30 graden of zelfs iets meer. De laatste keer was afgelopen weekend nog, maar op dit moment... Zien we dat die temperatuur een beetje op de 20, 21 graden schommelt in Midden-Nederland? Dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. In de loop van volgende week zitten er weer wat uitschieters naar boven toe. Maar echt overtuigend is het signaal niet. De spreiding in de pluim neemt in ieder geval toe. En ook al gaan die temperaturen omhoog. De neerslagkansen die blijven hoog en dat betekent dus dat het eerder misschien wat broeierig wordt met misschien voor de liefhebbers van regen en onweersbuien wel wat interessanter weer. Hier zien we in ieder geval dat de vrijdag overtuigend een droge dag lijkt te worden. Zaterdag dan trekt er een ouderwets regenfront van west naar oost over het land op de eerste juli dag. En de dagen daarna, ja, het blijft wisselvallig. We zien niet echt een dag er duidelijk uitspringen. Dus al die berekeningen van het ECMWF weermodel die laten zien dat er elke dag wel een gereden kans is op regen of buien. Soms zelfs een millimeter of tien is niet uit te sluiten. Dus ja, die droogte waar we nu mee te maken hebben, die wordt flink gedrukt. Temperaturen worden ook gedrukt. En pas in de loop van deze periode gaan mogelijkerwijs temperaturen weer een klein beetje omhoog. Wat mij betreft, tot de volgende keer.